FC Utrecht, dat is pas de club. Ali Bosselbon, allereerst hartstikke leuk dat je vandaag te gast hebt zijn. Hoe vond je, wat vond je ervan? Ja, ik vond het leuk. Nogmaals, wel een paar keer eerder terug geweest. Maar dan werkzaamheden voor Fox. Maar de eerste keer op de Bunnikside en het is me wel bevallen. Wat is jou het meest bijgebleven uit je tijd bij FC Utrecht? Je hebt hier natuurlijk twee periodes gespeeld. Wat is jou daar het meest van bijgebleven? De groep, de club, de warmte. Hoe hecht we waren eigenlijk als team zijnde, dat was me heel erg bijgebleven. Dat was echt heel erg positief. Heb je nog wel eens contact met de jongens? Ja, kijk, in de voetballerij hebben we natuurlijk dagelijks met elkaar te maken. Daar ben je natuurlijk heel hecht. Maar puntje bij paaltje gaat iedereen zijn eigen kant op. En je komt elkaar wel eens tegen als we met oud FC Utrecht spelen. Maar om echt te zeggen dat we dagelijks contact onderhouden, nee, dat niet. Wat is jouw meest memorabele moment hier bij de club? Meest memorabele moment? Persoonlijk of gewoon de club zelf? Ja, voor jou persoonlijk? Nee, persoonlijk, ja. Toch wel de mooiste goal in mijn carrière. Thuis tegen Heracles. Die goal, ja. Behalve Tim Cornelissen. En vertel zelf hem verder. Ja, klopt. De verdediger stond kort bij me. Ik kwam in de bal, ging daarna diep. En ik wist natuurlijk, Tim heeft een hele goede vaste trap. En die kan hem eroverheen leggen. En tijdens mijn sprint eigenlijk naar de bal keek ik even heel snel waar de keeper stond. Ik zag dat hij uit zijn goal was en kwam direct uit de lucht in de verre hoek over hem heen. En ja, het was een hele mooie goal. En wat mij bij was gebleven was de reactie van de keeper. Die had zoiets van, die bleef gewoon staan in een standbeeld. Of die zag dat het kansloos was. Dat is het mooie. Ja, presentatie was er ook eentje om in te lijsten, hè? Ja, dat was allemaal zo snel gegaan. Ik was ook nog later gekomen, want ik had afgesproken met de leiding in een hotel. Mijn zaakwaarnemer was er al, ik was wat later. Want ik had, net als vandaag, je was wat later. Vandaag, ja, je hoort erbij. Hè. Dat leer je niet af. Maar we waren er heel snel uit. En voor mij, vanwege het goede gevoel wat ik eerder had, natuurlijk vanwege die half jaar die ik al in had gespeeld, was voor mij eigenlijk een no-brainer om hier terug te komen. En de supporters wisten het natuurlijk niet en het was wel een mooie verrassing. De verrassing was inderdaad erg compleet. Zeg, de wedstrijd van vandaag, wat vond je ervan? Nou, het was niet goed. Ik denk dat Utrecht vandaag heel erg blij moet zijn met de drie punten. Want die had eerlijk gezegd totaal niet verdiend. FC Twente was de betere ploeg. De betere kansen, het betere van het spel. Maar ja, dat is het mooie van het voetbal. Je hoeft niet altijd de betere te zijn om drie punten binnen te halen. En vandaag was zo'n wedstrijd. Op z'n Duitsland Twente winnen. Ja, inderdaad. Ja. Ali, hartstikke leuk dat je hier vandaag erachter zijn en we spreken elkaar. FC Utrecht, dat is pas de club. FC Utrecht, de wint de wereldcup. FC Utrecht, maakt steeds weer een goal. Utrecht, doorgaan, dat is het parool.